Instellingen zien een aantal voordelen van open data. Het allereerste voordeel is wat we veel horen, dat de open data een verlengstuk van de missie van instellingen is. Ook in een digitale wereld moet je als instelling dienstverlenend zijn en je informatie kunnen delen met de wereld. Het tweede is dat er een heleboel voordelen te behalen vallen, omdat er een hele wereld buiten de instelling is, van communities zoals Wikipedia, die weer met een ander perspectief naar je data kunnen kijken en daar weer andere toepassingen mee kunnen maken. Toepassingen die je als instelling eigenlijk nooit in je eentje zou kunnen gaan bedenken. Met het Open Cultuurdata Initiatief bouwen we voort op een aantal andere belangrijke stappen die er zijn geweest in de ontwikkeling van open erfgoed en open cultuur. Denk bijvoorbeeld aan de oprichting van Creative Commons in 2001, de eerste grootschalige beelddonatie aan Wikimedia van het Tropenmuseum, ons eigen open beeldenplatform wat in 2009 werd gelanceerd en de eerste GlenWiki-conferentie in Australië. Om duidelijk te maken wat open cultuurdata nu precies is, hebben we een vijftal regels opgesteld, waarmee we aan de ene kant duidelijk willen maken hoe de open data principes van toepassing zijn op de erfgoedwereld en de cultuurwereld. Maar ook om te zorgen dat het in lijn was met andere standaarden in de bredere open data en open content bewegingen. Wat we met vijf regels in principe zeggen, is dat open data en open content in het erfgoeddomein en de culturele sector kan gaan om informatie over je collectie, of materiaal en objecten die zich in je collectie bevinden. Natuurlijk moet dit in een digitaal formaat verspreid kunnen worden. Het liefst volgens standaarden, maar in ieder geval altijd goed gedocumenteerd. En het moet voor iedereen herbruikbaar zijn. Dus je moet geen onderscheid maken tussen partijen die je materiaal wel of niet mogen hergebruiken. En tenslotte willen we altijd dat mensen zich realiseren dat ze ook beschikbaar moeten zijn voor vragen wanneer mensen met het materiaal aan de slag gaan. Open Cultuurdata is begonnen in september 2011 in een samenwerking van in eerste instantie Kennisland en Beeld en Geluid. Beeld en Geluid had op dat moment al een heleboel open data vrijgegeven. En wij waren aan het denken van ja, wat kan je daar nou eigenlijk allemaal mee doen? Alleen het probleem was, wij hebben helemaal niet die technische kennis in huis om daar dingen mee te maken. Dus toen dachten we, laten we de mensen van Hack de Overheid Open State erbij vragen om te kijken of we elkaars krachten kunnen bundelen. We starten dus met 8 datasets die we in een hele korte tijd verzameld hadden bij allerlei culturele instellingen. En zijn die in gaan brengen, gaan presenteren op een hackathon van Hack de Overheid. En in een hele korte tijd, in 1 maand tijd, zijn daar maar liefst 13 apps mee gemaakt. En toen won Vistory de nationale appprijs. En dat Vistory is een app die gebouwd is op basis van open cultuurdata. Het open beeldenplatform van beeld en geluid en Kennisland. Waarin allerlei open videomateriaal beschikbaar gesteld wordt. En de jongens van Glimworm IT die hadden daar dus een app mee gemaakt waarmee je op locatie eigenlijk filmpjes kan afspelen en daar allerlei extra informatie aan kan toevoegen. En dat onderstreepte voor ons heel erg het belang en ook de behoefte aan open cultuurdata voor ondernemers, voor developers, om nieuwe toepassingen mee te maken, om nieuwe dingen mee te ontwikkelen. Hier is iets aan de hand, hier is behoefte naar, dit moeten we verder onderzoeken, hier moeten we verder mee gaan.